En hoe ik waarschijnlijk over 10 jaar seks heb, gaan totaal andere dingen zijn. Ik hoop dat over 10 jaar nog wel een beetje hetzelfde is, want nu zit ik echt wel in mijn fire moment. Ja. Ja. Jij komt uit Westland. Oh, lekker man. Ja, heel kut. Ik was pimping. Je kon zo lekker sassy ermee je zijn. Je kon zo aanwezig zijn. Oh my god. Oh hell yeah. Okay. Are you ready? I'm ready. Cause I am. Okay, sorry. Gooi je intro, girl. I'm gonna do it. Hallo allemaal, ik weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag zit ik met niemand minder dan Lola. En wij kennen elkaar totaal niet. Wij kennen elkaar zo weinig. Het is echt heel pijnlijk. Heel heftig. Ik haalde haar net op bij het bushalte met mijn auto. Keiharde muziek. En deze chick dacht waarschijnlijk echt, die is niet goed. Ik dacht toch van... Here we are. Nu zijn we hier. En we gaan een video maken over de eerste keer. De eerste keer? En dat we elkaar dus totaal niet kennen. Maar niet zomaar de eerste keer, gewoon alle eerste keren die we ooit hebben gehad. We gaan ook straks een video voor het kanaal van Lola de Ros maken. En ja, die moet je ook eventjes checken. Dus ik zet de links hier beneden. In het i'tje. En in het i'tje. Dus, everywhere. Don't miss it. Als je het nu al leuk vindt, doe je duimpje omhoog. Vergeet niet om een leuke reactie achter te laten. En natuurlijk abonneren op mijn kanaal. Blablabla. Gaan we nu beginnen met de eerste keer. Oké, de eerste is echt super, super easy. Oké. Mijn eerste woord. Oh. Ik weet die van mezelf. En wat dan? Mijn ouders hebben dat me altijd in mijn gezicht gedreven. Wat was het dan? Mijn eerste woord was mijn. Zo van, dat is van mij. Mijn! Oh nee, dat is van mij! Je weet toch al die vogels bij Nemo? Die zo, mijn. Ik heb geen Nemo. Mijn eerste woord was volgens mij appel, maar dat weet ik niet meer zeker. Oh, dat vind ik sterk. Dat vind ik echt heel fris en fruitig. Sterke vocabulaire. Ja, zo. Maar appel is ook best wel moeilijk volgens mij. Right? Ja. Mijn eerste beste vriendin. Weet je dat nog? Ja, dat Chandré. Weet ik. Chandré? Ja, maar dat was een beste vriend. Oh. En eigenlijk was dat mijn vriendje. Oké. Okay. Ja. Die gingen gewoon meteen helemaal op in. Ik had alleen maar boys als ja. Nu jij het zegt, mijn eerste... engagement, weet je, was ook een vriendje. Maar dat was niet mijn beste vriendje. Oh. En dat was wel zo lovey-dovey al, weet je wel. Yeah. Dat is raar eigenlijk. Maar daarna kreeg ik 2 beste vriendinnetjes. En eentje daarvan zie ik nog steeds. Nee, 2! Ik zie ze allebei nog! Zo leuk! Annika en Ardena! Zo leuk! Ja! Raar, hè? Maar dat is wel uit elkaar gegaan en nu zijn we weer bevriend. Oké, mijn eerste huisdier. Dat was een konijn. Oh ja. Jozien, ik weet niet hoe je heet. En jij? Ja, wij hadden ooit bij een huis zoveel geprobeerd. Ik weet niet meer wat het eerste was, maar we hebben een kat geprobeerd. Die scheet achter de bank, die hebben we weg moeten doen. Ik heb een konijn gehad en... Dat is een heel triest verhaal, daar ga ik niet eens over hebben. En ik heb een kuiken gehad. Een kuiken? Een kuiken. Maar dat werd op een gegeven moment een kip? Ja, ik had hem gejat. Nee, het werd een haan. Dat was verschrikkelijk. Ik had hem gejat van de kinderboerderij. Mm-hmm. Dit is best wel heftig. En toen ik hem eenmaal had gejat, konden ze natuurlijk niet zeggen van zet hem terug. Want die werd gewoon verstoten dan waarschijnlijk van zijn familie. Dus mijn kuiken Marcy heette die. Marcy. Loved it to death. En die werd een haan. Toen ging hij te veel erbij maken. Toen moest ik hem toch wel weer terugbrengen. Naar de kinderboerderij. Maar hoe lang? Ik heb best lang gehad. Ja. Yeah. Ik denk wel een jaar, 2 jaar misschien wel. Zo, hallo. Ja man. Oh, dit vind ik een heel leuk verhaal. Oké. Je vindt het mooi? Ja? Ja. Mijn eerste angst. De duivel. Wow, oké. Okay. Nu maak je wel bang. Ja, nee, nog steeds. Waarom de duivel? Ben je bang voor de duivel? Duh. Wow. Ja, maar ik ben hartstikke christelijk opgevoed, hè? Oh, echt? Ja, en ik ben nog steeds, ik geloof gewoon nog steeds 100.000% zeker. In de duivel? Ja. In God. Oh. Maar dan ook in de duivel. Ja, die hoort erbij. Maar wat is dan je grootste angst? Wat gaat die doen? Ja, gewoon demonen. En geesten zijn niet per se, ja, geesten ook. Geesten vind ik ook eng. Geesten was ik heel erg bang voor. En ja, demonische dingen. Oké, ja, ik ben het wel met je eens. Geesten kan ik je helemaal niet vinden. Maar de duivel, is dat dan dat het niet per se de duivel zijn? Want je hebt ook goede geesten, toch? Ja, nou, maar demonen zijn sowieso... Ja, oké. Okay. Wat was jouw eerste angst? Ja, geesten denk ik ook, nu je het zegt. Ik zou niet weten wat anders. En je had carbonkel natuurlijk. Carbonkel? Waar ben je nu bang voor? Nog steeds geesten? Ja,
demonen te duiven. Oké, okay. Jij zit er echt in. Oké, okay, eerste auto. Heb je een auto? Kan je auto rijden? Ik kan niet eens auto rijden. Oké, wow. Okay. Jij? Ja, ik, ja, deze die je net zag. Oh ja, oh ja. Waar ik jou kwam. Dat is, ja, dat is mijn eerste auto. Ja, oké. En wat voor auto is dat? Dat is een Toyota Aygo, super trots op. Mijn eerste mobiel. Een LG Chocolate. Oh, was dat zo'n klapper? Nee, dat was zo'n tchik-tchik ding. Oh. En die had een soort van touch, maar wel knopjes touch, maar het was wel touch. Die was echt wauw. Die lijkt volgens mij op mijn LG Shine. Ken je die? Okay. Dat was een spiegel, the fuck. Wauw. Wow. Weet je nog dat je dan met Bluetooth nummers aan het uitwisselen was? Oh ja, als maar wij zitten in een totaal andere generatie. Ja, we hoeven daar niet over te hebben. Ik weet niet hoe oud ik ben. Maar anyway. Ik had dus al eerder dan een telefoon. Want ik had een Pocket Lime Wave. Dat ken jij niet. Pocket Lime Wave. What the fuck is dat? Pocket Lime Wave. Een Pocket Lime Wave. Dat was zo'n blauwe grote telefoon met een antenne. Mm. Je weet wel wat een antenne is, hè? Ja. Oké. En er zat zo'n klepje voor en die deed je dan omlaag en dan had je van die hele grote toetsen. Oh, en dan ja, moest je 5 keer drukken voordat je bij de V was. Oké, daar ben ik ook nog van. Oké, cool. Ik mis de BlackBerry. Jij niet? Mis je Ping? Ping niet, sorry, maar Ping vond ik echt verschrikkelijk. Ja, oh, nee, dat vond ik echt verschrikkelijk. Maar waarom mis je je BlackBerry? Gewoon het was lekker. Ja, en dan hoor je... Oh, het was echt... Dus van, je kon zo lekker sassy ermee je zijn. Je kon zo aanwezig zijn. Oh my god, let me text this bitch. Het was gewoon lekker. Jij voelt mij, dat was het. Eerste vriendje? Dat was Sven en ik was 16. Nou ja, dat was mijn eerste officiële vriendje. Want daarvoor, op de basisschool, had ik echt iedereen als vriendje. Maar dat telt niet, vind ik. Tellen die niet? Ik weet het niet. Ik had sowieso anders één vriendje. Anders kwam het bij Sheradie, Chandray. Ja, I don't know. Ja, ik heb heel veel vriendjes gehad op de basisschool. Maar Sven was wel echt de eerste waarvan ik dacht, met jou ga ik trouwen! Ja, oh, wat schattig. Ja. Oké. Okay. Nou, Big Pimpin. Ik was ook Big Pimpin op de basisschool, maar dat telt dus niet. Big Pimpin? Big Pimpin. Is dat voor je tijd? I guess. Ja, oké. Okay, nou, wat anyway, is dat? Dat je een pimp bent. Ik was pimpin. Ik ben gewoon papin. Je bent papin. Papin en pimpin, dude. En dat telt niet, hoor ik nu. Dus helaas. Mijn eerste vriendje was ik dan 17. Dat is echt zeg maar de real deal. The real deal. Ja. Ja, dat was mijn eerste vriendje. En die heette Boris. En dat heeft 5. Wat leuk en erg. 5 jaar? Ja, man. Ja, man. Ja, man. Eigenlijk 6, want het ging nog een half jaar uit. 6 jaar? Ja, I know. Ja, man. Oké. Die telt wel, toch? Zo, maar echt. Okay. For sure. Okay, eerste keer dan? Eerste keer seks. Eerste keer seks. 18 jaar, ik denk 19 februari. Wauw. Ik denk dat ik het ook nog weet, weet je dat? Maar ik was 17 en het was of 25 of 26 november of zo. Met je eerste liefde. Ja, mijn eerste first love, you know. Ja. Bij mij mijn tweede. Oh, oké. Okay. En toch telde die andere ook. Oh, met hem wilde je wel trouwen, maar ja, jullie deden nog niet all the way dingen. Ja. En hoe was je eerste keer dan? Mijn eerste keer was heel, heel chill. Ja? Ja. Ik had er een hele video over, maar die is nu offline. Omdat hij het niet heel erg geweldig vond dat ik het online had gezet. Oh, oké. Okay. Dus je kan niet zoveel zeggen. Dus ik kan niet zoveel zeggen, maar het was heel nice. Voor de mensen die het hebben gezien. Leuk. Oké. Okay. Ja, misschien kijkt hij ook wel naar deze video. En ik weet niet wat hij daarvan gaat vinden. Maar mijn eerste keer was ook chill. Alleen ik vind wel een eerste keer gewoon even in zijn algemeenheid. Ja. Wat vind je daarvan? Is toch wel heel anders dan alles wat daarna ja, komt. Zeker. Zelfs als het met dezelfde persoon zeg maar. Het zeker is gewoon heel anders. Je gaat echt een zoektocht in samen. En ook als ik kijk naar... Ja, als ik nu kijk naar hoe ik toen seks had en hoe ik nu seks heb en hoe ik waarschijnlijk over 10 jaar seks heb, gaan totaal andere dingen zijn. Ja, yeah, I know. Ik hoop dat over 10 jaar nog wel een beetje hetzelfde is, want nu zit ik echt wel in mijn fire moment. Ja. Ja, bij mij is het ook wel gaande. Toch? Ik ga het niet voor je liegen. Misschien over 10 jaar ga je weer nieuwe dingen proberen, bedoel ik. Ja. Level up nog? Ja, ik weet niet of dat mogelijk is. Dat zou best kunnen, ja. Oké, eerste grote uitgave.
Jee, mag ze. Dat kan ik me echt niet herinneren eigenlijk. Ik denk dat het mijn vlogcamera was. Oh ja, bij mij ook mijn camera nu jij het zegt. Ja, mijn camera. Ja, dat is ook een hele goede uitgave geweest. Maar echt? Ja, want dat doe je gewoon. Ben ik heel blij mee. Ja, hoeveel was die? 555. Oké, okay, ja, dat was best wel veel. Hoeveel was deze? Nou, deze was ook 900 of zo. Ja. Ja. Oké, okay, eerste baantje. Tomaten plukken. Serieus? Oh, jij komt ook uit een soort van dorp, hè? Ja, ik kom uit Westland. Oh, lekker man. Ja, heel kut. Maar bij mij hetzelfde. Bollen pellen. Waar kom je vandaan dan? Bollen pellen, ja man. Noordgewoude. Langedijk. Wat? Bij Alkmaar. Tussen Alkmaar en Schagen. Wat? Zijn we er? Nee. Oké, okay, een gehucht dus. Top. Een gehucht, ja. Eerste keer het land uit of op vakantie. Jee, mag. Oh, dat was mijn sowieso in mijn eerste jaar, weet ik oh, nee, wacht. Oh ja, shit. Oké, okay, eerste keer vliegen dan. Dat maakte misschien wel... Oh, dan was ik 9 naar Turkije. Ja, dan was ik ook 9 naar Suriname. Hey! Heb je dat alleen gevlogen? Oh ja, toen ging ik naar Kenia. Oeh, zo cool. All places. Wat ging je doen? Ja, mijn ex en vader die woonden daar. Maar je ging alleen? Ja, maar hij was er al. Hij was er langer. Oh. Dus hij was er al en toen ging ik via Parijs ook nog, hè. Pff, was moeilijk hoor, overstappen en shit. Oh. Eerste keer met een meisje zoenen. Ik geloof dat jij het hebt gedaan. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ja, heb ik zeker gedaan. Dat was in 2016. 2016 was een crazy periode in mijn leven. Oké. Okay. Ja, we waren op een feestje en op een gegeven moment... Er was een soort van... Het was een hele gezellige vibe. Iedereen was heel erg gewoon super gezellig en de meiden gaven elkaar gewoon een kus op de mond, soms. Mm-hmm. Gewoon, het was gewoon, ik weet niet, er hing een soort vibe. Dus op een gegeven moment, ik gaf een vriendin van mij een kus en een jongen naast ons die zei, gaan jullie zoenen? En ik kijk haar zo aan en ik zeg, ja, we gaan zoenen. En zij kijkt mij zo aan en ze zegt, ja, we gaan zoenen. En ze ging me zoenen. Oké, was het lekker? Ja. Okay, met vrouwen zoenen is echt iets totaal anders dan met mannen zoenen. Oké, nog nooit meegemaakt. Dus hè, ik moet het echt nog meemaken. Ik had toevallig in mijn vorige video met Christina er ook over. Anna is er wel een wereld voor mij open gegaan, zeg maar. Ja? Ja. Hoezo dan? Omdat ik hartstikke op vrouwen val ook. Oh, je bent niet? Ja! Ja! Yeah. Leuk! Dus ik heb ook, ik heb meisjes gedate en... ja, dat was, ja, daarna kwam dat allemaal. Oké, okay, dan was dit dan. Jongens, spannend verhaal. Eerste keer, de allereerste keren die wij ooit hebben gehad. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Ik vond het in ieder geval wel leuk om op te nemen. Ik vond het ook wel leuk om en om jou beter te leren kennen. Ja, heftig. Inderdaad. Als je het ook leuk vond, doe dan je duimpje omhoog. Vergeet niet om een leuke reactie achter te laten. En natuurlijk abonneren op mijn kanaal en het kanaal van Lola Lotta Raza. En dan zie ik jullie heel snel weer terug. Doei!